Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 100 plus kills hier natuurlijk op Call of Duty Black Ops 3. Dat zijn twee headshots achter elkaar, dat is altijd mooi meegenomen. Wat wij in deze serie moeten doen jongens, voor de mensen die het niet weten. Wij moeten in deze serie proberen om 100 kills te halen in één domination potje. En de manier waarop wij dat doen is door streaks te halen. Ik heb namelijk de streaks aanstaan, die staan best wel hoog moet ik zelf zeggen. Oh my god, oh my god, ik ben bijna dood. Komt er een naast me. Dankjewel, teammate. Holy shit, dan red je mijn leven, vriend. De streaks die ik heb aanstaan zijn hoge streaks. Namelijk als eerste de Talon. Want met de Talon kunnen we gewoon mooi even wat makkelijke kills oppakken. Als tweede is het de Rave. Ik ga hier liggen en ik bestuur mijn Talon zelf. En als derde, jongens, is het nog eens de Raps. Dus we gaan natuurlijk dat proberen allemaal te halen. We hebben een beetje gelukje nodig natuurlijk dat de enemies niet gaan race quitten. Want als de enemies race quitten, dan kan ik natuurlijk sowieso die 100 kills niet halen. Dus dat gelukje heb ik sowieso gewoon nodig. Dus ik hoop dat de enemies er gewoon allemaal in blijven zoals ze nu ook aan het doen zijn. En dan komt het eigenlijk wel gewoon goed. Dus. Dankjewel, ik heb mijn reps. Dus nu hebben we onze reps al. Ik heb mijn Rainfall, mijn Talon zit in de lucht. Perfect. Dat is even wat ik kan zeggen. Gewoon letterlijk perfect. Even kijken of we C kunnen pakken. Dan heb ik weer 200 punten erbij namelijk. Dit gaat lekker, jongen. Dit gaat top gewoon, man. Zo moet het. Als je het bijna weer leuk vindt, mensen. Ram natuurlijk zoals een kaart op like. Dat zou ik awesome vinden. Als wij in totaal 2000 likes kunnen halen, dan zou ik dat helemaal vet vinden. Dus sowieso natuurlijk bedankt voor alle support. Sowieso bedankt dat jullie er elke dag weer elke keer opnieuw en opnieuw bij zijn. Want dat is insane gewoon. Dus dank jullie wel daarvoor. En dan gaan we het weer opnieuw proberen. Spannen ze op den achter me. Span nu achter me. Wow! Wow! Dat was heel slecht van mij. Dat was mijn schuld. Dat is de enige die ik daar de schuld voor kan geven, ben ik zelf. Want ik schoot echt mis. Ik raakte in de stress namelijk. En als ik ga lopen stressen, dan kan ik niet meer raak schieten. Nou, het maakt niet uit. We hebben onze scoresticks gewoon in de lucht hangen. Op de grond rollen. Dus dat zit sowieso wel goed. En we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat we niet alle vlaggen krijgen natuurlijk. Alleen, ja, dat hebben we nu wel gedaan. Nee, niet doodgaan. Oh. Dus op zich niet, ja. Als de enemies moeten even een vlag zien te krijgen. Dus op zich niet erg dat we alle vlaggen hebben. Alleen het potje gaat te snel van voorbij. En dat is meer het probleem. Hoe langer de potjes duren, hoe langer... Teammate, dankjewel. Ik was net aan het reloaden, toen kwam dit hoekje om die vent. Hoe langer het potje duurt, hoe beter het is, maar... Wat de enemies nu aan het doen zijn, dat weet ik zelf ook niet eigenlijk. Waar zijn ze? Dat is nog een betere vraag. Kijk, dan loopt er sowieso in langs me. Dat snap ik sowieso niet. Er zit volgens mij eentje bij C, hoor. Hey, hè? Waar zijn de enemies? Ze pakken ook geen vlaggen meer. Ik ben gewoon letterlijk de vijanden kwijt. Het is ongelooflijk. Nee, dit is kut. Ik ben gewoon de vijanden kwijt. Oh, die kill heb ik nog gelukkig. Dat is toch nog 100 punten erbij. Ik heb nu 30 kills in de eerste ronde opgepakt. Met mijn streaks erbij. Alleen er zitten 6 vijanden in. Maar als ik heel eerlijk ben, ik was ze gewoon kwijt. We hadden 3 vlaggen en ik was ze gewoon... Ik weet... Dat is iets wat niet moet gebeuren. Ik moet non-stop vijanden tegenkomen. Dus wat ik nu eigenlijk de tweede ronde ga doen, want deze eerste ronde was best wel snel voorbij, is ik ga er niet meer in lopen. Ik blijf gewoon wachten. Ik hou ze gewoon op een afstandje, die enemies. Want als ik erin loop, dan gaat het potje snel voorbij. Dus dat is iets waar ik echt nu even goed op moet gaan letten. Sowieso pak ik natuurlijk even de A-vlag voor de 50 puntjes. Maar we moeten zorgen dat het potje nu lang gaat duren. Want het gaat weer zoals altijd snel voorbij. Ik denk dat als wij deze serie echt willen gaan voltooien, en daar maak ik geen grapje om, dat wij hele lage streaks aan moeten gaan zetten. En daar maak ik geen grapje om. Ik denk dat wij het met de leidingstrijk en de helster bijvoorbeeld eerder kunnen halen dan met deze hoge streaks. Want door deze hoge streaks gaat de potje snel voorbij. UAV inbound. Kut, dat was niet handig. Oh my god, ik heb mijn reps. Oh, wat een lucky bastard ben ik ook soms. Oh, ik heb mijn reps weer. Nice.
Kom op, oké, de B-vlag moeten wij niet krijgen, team. Oké, we hebben de B-vlag. Dat is echt een kut timing eerste klas, joh. De B-vlag moeten we niet krijgen. 1 seconde later, we hebben de B-vlag. Oh, nice, stond er een naast me. Goede kill. Hasso Paso. Goede kill. De enemies moeten eigenlijk even B krijgen, maar die gaan ze sowieso niet krijgen op het moment dat ik mijn streaks in de lucht en op de grond heb. Ze maken wel kills, dat is het goed. That's a kill. Elke kill die mijn streak maakt is goed. Elke kill is er één. Dat moeten we onthouden. Elke kill is er één. Elke kill is welkom. Elke kill is goed. Oh, nee! Iemand trekt zijn internet eruit. Wat een vieze rik. Wat een vieze rik. Nou, we gaan een nieuw potje joinen, jongens. Hij trekt zijn internet eruit, waardoor het potje eruit valt. Ik heb 42 kills. Op naar het volgende potje. Poging nummer 2, jongens. De vorige game ging eigenlijk echt gewoon, ja. Het ging goed. Het potje ging eigenlijk iets te snel voorbij. Dat is het enige minpuntje eigenlijk. Maar hij ging gewoon goed. Eerlijk is eerlijk. We kunnen dat kan ik sowieso zeggen. Alleen, ja, als iemand zijn internet eruit trekt, zoals die net... Ah, hij stunde me. Goed gedaan, man. Maar als iemand zijn internet eruit trekt zoals hij net deed, ja, weet je, dan is er ook vrij weinig dat ik eraan kan doen. Want dan valt het potje eruit en dan is het gewoon game over. Zo simpel is het. Dus dat is super irritant als het gebeurt. Alleen helaas, pindakaas, kunnen wij er ook niks aan veranderen. Teammate, kijk achter ons, alsjeblieft. Ik ben bang, want één iemand van de enemies loopt met een schep rond. Dus die gozer moet ik even heel goed in de gaten gaan houden, want... Ze hadden het niet door. Oh my god. Hoe konden ze dat niet door hebben? Oh my god, ik heb gewoon mijn streaks. Oh, dit kan misschien wel het potje worden, gek. Ik zweer het je. Nee! Hij wist dat ik daar naar boven ging. Oké, die was heel slim van hem. Heel slim bedacht van hem. Eerlijk is eerlijk, die was super, super slim. Ik had niet verwacht, eerlijk is eerlijk. Ik had niet verwacht dat die gozer wist dat ik zou gaan omlopen. Maar ja, dat had hij helaas wel. Helaas, pindakaas. De enemies moeten wij er weer wel een vlag aan krijgen. Want het is weer nu weer precies hetzelfde als altijd. De enemies hebben gewoon simpelweg geen vlag. Dus ik hoop dat ze... Ah nee, mijn rave kills op A. Oh shit. Oké, enemies hebben C. Dat is goed. Als ze maar gewoon een vlaggetje hebben. Anders gaat het potje echt veel te snel voorbij namelijk. Oh nice, goede kill man. Ik had hem helemaal niet gezien. Ik had die enemy helemaal niet gezien. Dus dankjewel team dat je hem even hebt neergeschoten. I appreciate it man. Ik ben bang. Ik ben... Oké. Oh, wauw. Ik raakte mijn hele beurs gewoon. Maar ja, daar is het niet genoeg. Jammer, man. Anders had ik misschien nog een keer mijn streaks kunnen halen. Pech gehad. Helaas, pindakaas. Waar zijn de enemies, joh? What the... Hoe lopen jullie rond? Je moet proberen de B-vlag te pakken in Domination Enemies. Voor die fan met die schep ben ik niet meer bang. Want die gaat me sowieso toch niet echt goed kunnen killen. Als je een beetje oplet, dan kom je hem ook niet echt tegen. Oh my god. Oh my god, die vent die lagt. Holy shit. Ja, die heb ik nu wel. Losing A. Dan zijn de spas... Oh, jij vieze camper, Marcus! Vieze Rick. Marcus de Viezerik, dat is zijn nieuwe bijnaam. Demolition destroyed. All locations secure. Ah, vieze kut. Ze beginnen te campen, man, die enemies. Ah, we hebben weer 3 vlaggen. En dat komt gewoon puur doordat deze enemies zitten te campen. Losing Bravo. Oh my god. Oh my fucking. Mijn stamina was op. Dat was mijn schuld. Loopt hij hier nog, denk je? Ik weet niet of iemand hem al heeft gekild, namelijk. Kijk, denk dat hij gekild is. Of dat was hem, dat weet ik nu ook niet meer. Ik snap het niet meer. Ik snap dit hele potje niet, joh. We hebben de hele 3 vlaggen op een of andere rare manier. Teammate. Hey. Er zitten 6... We staan 23 om 8, by the way. Dus in de eerste ronde hebben we niet genoeg kills gepakt. Maar er zitten 6 enemies in. Maar die enemies... Kijk, dus ze zitten gewoon achter in de span. Dus eigenlijk, zoals elke keer weer opnieuw...
Dit potje loopt te snel. Ik denk serieus, jongens, dat in de volgende aflevering... Want we gaan het nu... Ja, of we moeten heel beest gaan. Ik denk dat wij in de volgende aflevering... Echt moeten gaan proberen... Om het te halen met de Lightning Strike, de Rave en de Hellstorm. Want door deze hoge streaks, op het moment dat ik de reps inroep... Krijgen wij in één keer alle drie de vlag. En dat is nou net juist niet de bedoeling. Dus ik denk echt dat we moeten gaan aanpakken... Dat wij gewoon simpelweg... Het met lage streaks gaan proberen. Want met deze hoge streaks... Het gaat gewoon niet. Het gaat gewoon niet. Sorry voor de camp. Ik zeg het eerlijk. Kut man, ik heb een dubbele punt aanstaan. Dank je. Ja, 200 punten. Jee! Oké, nice. Oké, nice. Ik heb mijn reps. Alright, jongens. Nou, daar gaan we. We zijn weer in action, hoor. We hebben onze streaks weer gehaald. Gelukkig. Nou, kom op, streakers. Nu moet je zoveel mogelijk gaan killen. Alleen, we moeten ervoor zorgen, jongens. Dat we heel simpelweg gewoon fucking... Hij loopt door. We moeten ervoor zorgen dat we heel simpelweg gewoon twee vlaggen houden. We moeten niet die derde vlag gaan pakken. Want op het moment dat wij voor die derde vlag gaan... Dus ik ga nu weer terug. Op het moment dat wij voor die derde vlag gaan, dan gaat het potje snel voorbij. Dus we moeten die derde vlag gewoon lekker laten zitten. Gewoon niet pakken. Gewoon met rust laten, die vlag. Gewoon met rust laten. Zo moeilijk is dat niet. Denk ik. Oh ja, gaan we toch echt... Nou, we gaan echt aan. Ze gaan echt aanpakken. Ah, oh, dat is niet handig, jongens. Ik pak hem wel gewoon mee, want mijn teammates hadden hem sowieso toch al gekregen. Kut, man. We zijn er toch weer te hard ingegaan, hè. We zijn er toch weer te hard ingegaan. Het is super spijtig, maar... Ze hebben weer een vlag. Dat is goed. Ze moeten echt gewoon een vlag houden. Hoe langer het potje duurt, hoe beter. Ook al is het 1 seconde langer. Ik vind het best. Thanks, teammate. Je redt mijn leven namelijk. Dank u. Lekker hoor, jongens. Jullie gaan beest. Oi, yo. Dat scheelde niet veel. Dat moet ik wel zeggen. Gaan we C weer pakken? Serieus? Is het veilig? Ik help wel gewoon mee hoor, want mijn teammates die krijgen die vlag toch wel. Dan kan ik net zo goed die 200 punten gewoon pakken. Anders heb ik natuurlijk helemaal niks, dus... Ik heb weer een rave, fucking hell. Fucking hell, ik ga nu wel echt lekker hoor, maar... Ik ben dood, goede kills. Het potje gaat snel voorbij, jongens. Ik ga wel super beest nu hoor. Ik maak kills na kills na kills. De kills is het probleem nu niet. Het probleem zijn... Het aantal vlaggen dat we hebben. Nee, het potje gaat... kak! Serieus? Alweer? Ah, ik zag hem. Ik dacht dat mijn teammate was. Sorry, dat was mijn schuld. 66 kills alsnog. Die tweede ronde ging mega goed. Maar je ziet dat ik gewoon lange na niet genoeg tijd heb als we die drie vlaggen de hele tijd hebben. Ik heb lange na niet genoeg tijd om die 100 kills te halen. Ook al ga ik beest. Ik had nu deze tweede ronde had ik 43 kills. Dan alsnog haal ik die 100 niet, als je ziet. Twee rondes, 43 kills, 86. Hou alsnog die 100 kills niet. Puur gewoon omdat we een te lange tijd drie vlaggen hebben. Dus in de volgende aflevering gaat het proberen met de Lightning Strike, de Hellstorm en de Rave. Want deze hoge streaks, die maken het potje te snel af. Eerst potje vloog eruit, connection interrupted. Helaas pindakaas. Tweede potje ging goed op zich. 66, 10 als hij scoorde, 5 captures, 22 defense. Ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je hebt genoten, dan natuurlijk een kaartje op. Vergeet niet te abonneren voor meer. En hopelijk ook weer.
Tot de volgende keer. Bye bye, mensen.